Dames en heren, welkom bij de alweer 53ste aflevering van dit mooie programma, Literatuur Late Night. Wat kunt u vanavond verwachten? Na de openingstune die ik nu volpraat, gaat u kennis maken, u kent hem misschien al via de boeken, met Witske Versteeg. Er zijn nog wat andere onderdelen waar ik zo op terugkom. En daarna, in de loop van de avond, komt een gesprek met Stefan Brijs. Beiden hebben onlangs een hele sterke roman geschreven. Als jullie dit... Dat kan eigenlijk niet, maar stel dat u meervoudige persoonlijkheid bent, u bent ook nog thuis, dan kunt u dit via een livestream volgen. Maar u kunt, als je dat niet bent, kun je ook gewoon thuis nog eens denken, wat heb ik nou in godsnaam meegemaakt? En dan kun je dat via het YouTube-kanaal van de bibliotheek, want de bibliotheek gaat met de tijd mee, kun je dat allemaal nog eens een keer volgen. Het lijkt me de hel, maar er zijn heel veel liefhebbers die dat allemaal nog een keer willen beleven. Hoe hier een man met een paars hoofd, Witske Versteeg, begroet. Komt u. Alsjeblieft. Ja. Er waren nog eens tijden, ten tijde van de grote Adriaan van Dis show. Jij bent te jong eigenlijk om dat echt meegemaakt te hebben. En dan deed hij altijd goochelachtige dingen. En hij had dan de keuze tussen rode wijn, witte wijn en water. Wij hebben water, want het is een andere tijd. Dus dat schenk ik ongevraagd voor in. Het is niet verplicht om het te drinken, maar het is toch een gebaar van hoffelijkheid dat ik van harte meen. Witske, ik tutoieer je, want we kennen elkaar. Jij staat aangekondigd bij het onderdeel aanstormende schrijver. Dat hoor je niet te weten, dat staat in het draaiboek. Maar ik vroeg me eigenlijk af van, beschouw jezelf als aanstormend? En voor ik de vraag beëindig, want je hebt de BNG-prijs gekregen. Dat is een heel prestigieuze prijs voor schrijvers onder de 40... die toch al blijk hebben gegeven van een aanstormend oeuvre. En je hebt enorm positieve kritieken gekregen, volgens mij bij al je romans, maar nu helemaal bij Quarantaine. Je derde roman die onlangs is uitgekomen. Dus de vraag is eigenlijk, hoe zit het met dat aanstormende? Tja, dat is altijd een beetje gek om over jezelf... Zo denk ik niet over mezelf. Ik vind het eigenlijk sowieso een beetje gek om mezelf als schrijver te zien. Ja? Ja. Maar je schrijft toch boeken? Ja, maar er is toch een verschil tussen boeken schrijven en dan zeggen, ja, hier ben ik, ik ben schrijver. Nou ja, dit is nu, dat is bijna ongemerkt voorbijgegaan. Dit is het Kellendonk-jaar, hè? En je kunt Kellendonk denk ik wel zien als een anti-media persoonlijkheid. Is dat ook jouw opstelling een beetje? Dat je dat toch wel lastig vindt van in de media verschijnen voor groepen mensen als deze die in donker zitten, die we niet kunnen zien, en dan gewoon allemaal intieme dingen prijsgeven over je leven? Nou ja, je ontkomt niet helemaal aan media tegenwoordig. Maar ik denk, ik vind groepen mensen best leuk. Zeg maar, ik ben heel verlegen, maar ik heb toneelschool gedaan. Dat helpt een stuk met groepen mensen. Mm-hmm. Er is denk ik een soort evenwicht tussen schrijven. Zeg maar, om goed te kunnen schrijven moet je goed kijken. Terwijl media heeft vooral te maken met gezien worden. En het bijt elkaar altijd een beetje. Mm-hmm. Scherm je jezelf bewust af? Dus dat je deze periode, nu je boek net uit is, denkt, ik kom onder de lezers. En verder wil ik dan toch echt tijd hebben om aan het oeuvre verder te bouwen? Nee, lezingen houd ik de hele tijd door. Ja. En ik vind het ook gewoon leuk om te horen wat mensen van boeken vinden. Mm-hmm. Wat vaak iets heel anders is dan wat ik denk dat ik erin heb gestopt, namelijk. Ja, maar dat is sowieso natuurlijk een soort spanning die er ontstaat. Want als je jouw drie boeken leest, dan denk je toch, ja, vanzelf ga je dat denken. Nou, ik denk niet dat de schrijver van deze drie boeken een heel positief beeld heeft van de mensheid. Ja, dat hoor ik vaker, ja. Ja. Mensen zijn vaak verrast als ik dan op zo'n lezing kom en zeggen van, goh, ik had je toch ouder en somberder. En, mm-hmm.
ja, verwacht. Want in, we zien nu de wezenloze, daar kunnen we het natuurlijk ook over hebben. Maar in je nieuwste boek Quarantaine, daar ben je wel het meest extreem gegaan eigenlijk van al je boeken. Een oudere plastisch chirurg die terug kan zien op een huwelijk dat niet geweldig is. Ik meen, maar ik ben altijd slecht in citeren uit mijn hoofd, dat hij zijn vrouw toch vergeleek met een gestrande zeekoe. Een walvis. Kijk, daar heb je het al, daar ga je alweer de fout in. En nou ja, dan is er gelukkig nog wel liefde in zijn leven gekomen, op zijn manier. Maar de omgeving is ook niet plezant. Hè? Dat, volgens mij krijgen we vroeg of laat hier een gruwelijk beeld te zien uit een populaire televisieserie. Nee, dit is plastische chirurgie. Ja, we worden langzaam opgewarmd en we worden richting... Want het is natuurlijk een dystopie, hè, dit boek, toch? Kijk, dit bedoelde ik. Herken je dat een beetje? Dat is... Nou ja, ja, mensen hebben dus mij verteld dat het boek doet denken aan deze televisieserie The Walking Dead. Nou heb ik zelf de televisieserie nooit gezien, dus ik moet dat... Nou ja, het is een voor degene onder u, en ik neem het u volstrekt niet kwalijk als je dat niet weet. Het is een televisieserie die gebaseerd is op een populaire Amerikaanse strip. En het gaat over een groep overlevenden in een toekomstige tijd. Het is geen science fiction, het kan heel dichtbij zijn. En die... Iedere keer dat ze denken ergens rust gevonden te hebben en veiligheid, dan zijn er nare, akelige zombies die het op hen voorzien hebben. En er komt geen zombie in je boek voor, maar het is wel, deze man verlaat natuurlijk liever niet zijn huis. Het is een totaal wetteloze tijd. En daarbuiten zijn plunderaars en heeft niets meer te verwachten eigenlijk van de mensheid. Vandaar dat ik een dystopie noemde. Waar komt het uit voort? Hoe kwam je op dat idee eigenlijk? Nou, ik kwam eigenlijk op het idee om... ik las een artikel over ebola en er stond... In dat artikel werd de omgeving, zeg maar, waarin mensen met ebola te maken hadden... werd omschreven als het land zonder menselijke aanraking. En dat was eigenlijk wat me eerst aan het denken zette. Op het moment dat je juist het allerkwetsbaarst bent... als je echt mensen om je heen nodig hebt en dichtbij... Als je zo ziek bent. Als je zo ziek bent... En dat het dan niet kan, dat dat contact er niet kan zijn, omdat je zelf levensgevaarlijk voor anderen bent geworden. En dat, nou ja, dat is een hele gruwelijke situatie. En nou ja, als schrijver ben ik toch een beetje aangetrokken tot gruwelijke situaties. Dus daar begon ik eigenlijk mee, met dat idee. En toen had ik een halve pagina geschreven over die ziekte die Nederland binnenkwam. Want ik dacht van ja, het kan het ergens anders laten afspelen, maar dan... Ja, dat zien we elke dag op het journaal. Maar ik had een halve pagina geschreven en toen kwam opeens een personage en zei van ja, maar ik was met iets heel anders bezig. Maar ja. Dat personage zei dat? Ja. Dus dan ben je eigenlijk een medium als schrijver of een intermediair, hoe moeten we dat zien dat? Ja, dat is altijd, lastig om daar iets over te zeggen, want ja. Je klinkt al snel heel esoterisch dan. Maar ja. Maar ja, als schrijver ben ik toch op zoek heel vaak naar een verteller. Als je bezig bent met een boek en er staat een personage op met een sterke stem. Iemand die echt iets te vertellen heeft, dan is dat heel fijn. Want dan hoef je dat alleen maar te volgen. Waar begint zo'n boek dan mee? Je hebt dat idee over ebola. Je plant dat in Nederland. Wat ik een sterke keuze vind. Want als het in Afrika is, ja, dan wordt het helaas een soort ver van mijn bedshow, zoals dat tegenwoordig heet. Hè? Dan kunnen we het een beetje negeren. Maar in Nederland, ja, dat is niet prettig natuurlijk. En dan zeg je, dan komt er zo'n personage met een stem. Ja. En je noemde net ook de term verteller. Is dat een toon die je zoekt of die komt? Ja, precies. Het is eigenlijk meer een toon die komt. Mooi. Het is iemand die iets te vertellen heeft en dat volg ik dan. Ja. En dus je bent niet zo'n schrijver die, dat arme Thomas Rozeboom, we voeren hem altijd op als iemand die heel erg plot en die dus met die, want dat heeft hij zelf nou eenmaal ooit prijsgegeven, met die behangrollen, met schema's werkt en zo, dat is niks voor jou. Nee, ik zou geen boek kunnen schrijven op die manier. Nee? Nee. Heb je het wel eens geprobeerd op die manier? Ja, ik heb het wel eens geprobeerd, zeg maar, helemaal in het begin, want dan word je dat ook... Maar geleerd, ja, als je een cursus schrijven gaat volgen, dan zeggen mensen van, hey, je moet een plot hebben en een idee en een schema. Zo werkt mijn hoofd niet. En ik zou het ook gewoon heel saai vinden als je al
vanaf het begin van een boek weet hoe dat boek afloopt. Want ja, dan hoef je het bijna niet meer te schrijven. Wanneer, want iets heel moois eigenlijk in eigenlijk dit meest gruwelijke en meest heftige boek van je. Maar tegelijkertijd is het misschien ook wel je meest hoopvolle boek. Op een bepaalde manier vind ik. Ja. Want het is ook een lofzang eigenlijk op de liefde, op een aanraking. Ook al, nou ja, een aanraking is al genoeg voor deze eenzame man. Ja. Wanneer kwam dat binnen? Bij jou, via dat personage? Nou ja, het zat eigenlijk altijd al in het personage. Het was zo'n naar iemand. En als schrijver is het heel leuk om over een heel naar iemand te schrijven. Wat is daar leuk aan? Nou ja, je kan een kant van jezelf uitleven die normaal niet zo heel veel... zeg maar, ik denk dat de meeste mensen in mijn omgeving me niet als een soort Thomas de verteller zouden zien. Ja. Dus het is heel leuk om dan een keer... als je zelf meestal die fietser bent die nat gespat wordt door de voorbijrazende auto, is het heel leuk om een keer te schrijven over die voorbijrazende automobilist vanuit zijn perspectief. Ik krijg daar een krankzinnige associatie bij. Ook weer iets uit opa verteltijd. Van de vieze man, een personage van Cotton Bee, die het leuk vond om bij meisjes waar grote plassen water waren in zijn de chevaux, volgens mij heel snel langs de fietsen die nat te spatten. En dat is dus een soort genot en ook een macht die je dan als schrijver hebt eigenlijk om dat te doen. En straffeloos te doen. Ja, maar ja, tegelijk ben je niet dat personage. Dus op het moment dat je dan zo'n heel naar personage maakt, is het ook fijn om een soort rondje om hem heen te lopen. Van wat is dan zijn kwetsbaarheid? Mm-hmm. Want jij vroeg van hoe komt dat optimisme, die aanraking? Ja. Ik denk dat heel vaak, zeg maar, voor alle drie de romans die ik heb geschreven, ze gaan over zware onderwerpen, maar uiteindelijk zit er toch een soort hoop in. Maar je moet wel wat beter kijken om die te zien. Nou ja, je tweede roman zit ook fors in, hè? Met een geadopteerd kind. En dat kind, daar gaat het niet goed mee, laat ik het maar niet te veel verklappen. En je vermoedt dat de moeder, dus niet de biologische moeder, maar de moeder die de moederrol er even lang heeft gehad van dat kind, dat die wraak gaat nemen op degene, maar dat gaat helemaal niet gebeuren op een bepaalde manier. Of vergis ik me? Heb ik het verkeerd gelezen? Dat kan natuurlijk. Dat je het anders interpreteert. Nee, je vergist je niet. Ja, dat is ook een personage dat begint vanuit... Nou ja, we kunnen wel weggeven dat het rouw is, dat het kind overlijdt. Dat staat op de eerste pagina, dus dat mogen we weggeven. Ja. Iemand omschreef mij dat boek als van, je gaat een donkere kamer in, maar geleidelijk komt dat plafond steeds een beetje hoger te liggen. Steeds benauwder wordt. Nee, juist, er komt langzaam iets meer ruimte om te ademen. En ik vond dat wel een hele mooie omschrijving. Nou ja, ik word wel aangetrokken door die zware thema's, omdat er op zoveel plekken is dat hele simpele verhaal over mensen die gelukkig zijn. En als je nou maar dit koopt, dan is je leven in orde. Terwijl ja, bij Boy dan bijvoorbeeld iemand die zo machteloos zit omdat ze gewoon niet uit haar eigen rouw kan komen. Ja. Dat gebeurt met mensen. Ben je een... Het is een intieme vraag, maar we zitten hier toch... Als we kijken naar het duister... Maar zeggen vragen. Wij zien niks. Er is niemand bij. Ben je ook een heel ander persoon als je schrijft? Stel dat je... Ik weet dat je een levenspartner hebt. Als die je aanspreekt, ben je dan ook onaardig? Als je over deze Thomas, deze mismaakte plastisch chirurg schrijft... die niet leuk is, ben je dan op? Word ik dan onaardig? Of ben je dan al? Nou ja, niet dat ik het weet. Je zou het, om het zeker te weten, natuurlijk aan anderen moeten vragen. Nee, ik denk het niet. Ik heb wel een zwak gekregen voor Thomas ook. Mm-hmm. Is het moeilijk om... want je laat je dus verrassen door deze personages. Is het moeilijk om afscheid van ze te nemen als het verhaal af is? Meestal niet. Eigenlijk had ik bij deze hele nare Thomas voor het eerst dat hij, terwijl het boek af is, het verhaal af is, dat hij af en toe nog opduikt. Zo van, goh, hoe zou het met me gaan? En zou dat? Nee, dat kan natuurlijk niet. Hè? Ja.
Je bent begonnen als wetenschapper. Dat lees ik altijd in, als er stukken over je geschreven worden en zo. En je hebt ook een non-fictieboek geschreven, dat volgens mij ook nog bejubeld is. Waardoor ben je fictie gaan schrijven? Strikt genomen ben ik ook nog steeds wetenschapper. Ja, zo verdien je brood waarschijnlijk. Zo verdien ik ook mijn brood. Maar ja. Ik heb altijd heel veel gelezen. En ik wilde als kind wilde ik altijd een omnibus schrijven. Ik had geen idee wat dat was, maar ik wist dat het heel dik was. En ik hield zelf van hele dikke boeken. het zat er altijd een beetje in. Ik hou heel erg van verhalen. Ja. Wat is het verhaal waar je jaloers op bent, wat je had willen schrijven? Er is niet een verhaal op dit moment dat ik had willen schrijven. Ik heb wel nog zo ideeën voor nog een stuk of 5 boeken. 5 nu al heb je in je hoofd? Niet uitgewerkt, maar wel waar ik iets mee wil doen. Ja. Maar ik wil ooit nog wel eens, lijkt me mooi om een keer een boek te schrijven over 2 mensen misschien, die gewoon heel gelukkig zijn en waarin eigenlijk niks gebeurt. Ik denk dat dat heel erg moeilijk is om dat op een goede manier te doen. Ja, dat is natuurlijk, er zijn niet veel schrijvers die dat geprobeerd hebben. Dus puur geluk. Ik geloof dat Martin Bril dat probeerde met een roman Voor de Wind. Nou, die werd niet goed ontvangen. Men vond het dat er niks gebeurde. En zo, maar waarom zoiets eigenlijk? Nou, dat je eigenlijk zoveel ondermijning hebt laten zien van alle mogelijke relaties, alle mogelijke gelukken in je boeken. Tot nu toe, bij deze boeken. Om wat ik net zei, van ik vind in de boeken die ik tot nu toe heb geschreven zit veel ongeluk. Maar dat is ook een deel van het leven en het is een deel wat niet zo heel vaak aan bod komt in de publieke ruimte, debatten. En met geluk, als ik zeg, ik wil graag een boek schrijven, ooit, want ik denk dat dat nog heel lang duurt, waarin mensen gewoon gelukkig zijn, bedoel ik ook niet, zeg maar, je hebt een beeld van geluk, wat een beetje opgeklopt is, zoals we het heel vaak gepresenteerd krijgen, maar echt geluk is natuurlijk iets wat je maar heel zelden ervaart. Dus misschien moet ik gewoon zeggen over mensen die gewoon leven zonder dat er iets gebeurt. Met alle kwetsbaarheid en schoonheid en daarin. En ze hebben dan wel beseft dat ze gelukkig zijn? Nou ja, misschien ook nog niet eens. Want dat is natuurlijk meestal het geval, hè? Dat mensen na een periode waarin het leven rimpeloos verliep en ze zijn terechtgekomen in een periode waarin het leven minder prettig verloopt, denken van ja, was ik gelukkig. Ja. Zou jij het, want je ontmoet bij meer gelegenheden lezers. Helemaal aan het eind van het programma is er een mogelijkheid tot signeren. En dan worden vragen aan je gesteld. Zou jij het mensen aanraden om te gaan schrijven? ja. Ja, waarom? Omdat ik denk dat schrijven uiteindelijk gaat over het zoeken naar je eigen stem. En ik denk dat dat de moeite waard is. En kan die stem veranderen? Want iedereen verandert. Bij mij is een boek eigenlijk een weerslag. Je stelt jezelf open. En je laat de wereld zeg maar door je heen gaan. En uiteindelijk komt dat in een boek uit op de een of andere manier. En omdat je zelf verandert, zal iets in je stem ook veranderen. Lees je nog wel eens terug in je eerste of je tweede boek? Je derde boek zul je regelmatig iets voorlezen. Maar pak je ze dan wel eens uit de kast en lees je erin? Niet voor mezelf, nee. Niet voor mezelf, want je hebt dat in je hoofd. Ja, je hebt dat in je hoofd en je leest ze zo vaak op het moment dat je ze aan het schrijven bent. Ik in elk geval, want omdat ik niet weet van tevoren waar een boek over zal gaan. Moet ik dus de hele tijd in cirkel schrijven en weer vanaf het begin. En dan, dus ja, als het boek er is, is het er. En het is een beetje gek dat op het moment dat een boek in de winkels komt te liggen, is het eigenlijk al niet meer van mij. Mm-hmm. Zullen we het boek nu helemaal naar jou terughalen? Ja, als je dat wil doen hoor. Zou je een stukje willen voorlezen? Ja, is goed. Oké, alsjeblieft. Gewoon het begin.
Dat lijkt me handig, want dan kan iedereen eigenlijk meteen het verhaal direct in. Ja, dat is prima. De ziekte kwam toen niemand er meer op gerekend had. Het eerste geval werd niet opgemerkt of veel te laat. Dat was iets waar de kranten over discussieerden. Rituele uitingen van ongenoegen. Die eerste maand dachten de media nog dat er een onderzoek zou komen. Er werd nog gesproken van kamercommissies. Hilarisch, achteraf gezien. Natuurlijk hadden we ervan gehoord, al eerder. Maar uitsluitend als iets wat zich ver weg afspeelde. Het viel geen nieuws te noemen toen de ziekte zich verspreidde. Gestaag de grenzen overkroop van landen die altijd problemen hadden. We zagen de beelden elke avond, met steeds een groter stukje van de kaart gekleurd. Dat was niet meer dan te verwachten. Onze angst bewaarden we voor andere zaken. We dachten veel aan terrorisme, vliegtuigrampen, af en toe aan het klimaat. Nog altijd bevond de ziekte zich op een ander continent, totdat dat plotseling niet meer zo was. Toen pas begon de paniek. Zolang de ziekte zich tot Afrika beperkt had, was het niet de moeite waard geweest er geld aan te besteden dat nooit zou worden terugverdiend. Nu wist niemand wat er tegen te doen viel. Er was geen tijd voor dubbelblinde onderzoeken. Het was een kwestie van geluk wanneer een enkeling de ziekte overleefde. Als arts volgde ik de berichten met professionele interesse, maar zelfs voor mij beperkte de ziekte zich in die tijd tot de rand van mijn blikveld. Iets wat zo nu en dan opflakkerde en daarna meteen weer verdween. Laat ik het meteen maar toegeven, ik had die zomer iets heel anders aan mijn hoofd. Als gevolg van een aantal verwikkelingen in mijn persoonlijk leven had ik me eind juli gedwongen gezien om mijn praktijk als plastisch chirurg te sluiten. Tijdelijk. Of dat was wat ik mezelf voorhield, wat ik op de website vermeld had en ingesproken op het antwoordapparaat, wegens omstandigheden tijdelijk gesloten. Een aangenaam vage uitdrukking, want niemand durft ooit te vragen wat die omstandigheden zijn, anders dan het normale leven. Wegens omstandigheden dus, kon ik niet naar buiten. En in plaats daarvan keek ik televisie. 24 uur per dag, 7 dagen per week, verwonderde me over zoveel domheid. Het enige woord dat er werkelijk toe deed, werd nooit genoemd. Kwam hoe dan ook nooit voor in de actualiteitenrubrieken. De liefde, dacht ik, terwijl ik me aftrok voor de tv en het beeld van een stel verdorde experts voor mijn geestesoog plaatsmaakte. Voor haar gezicht, haar borsten, haar vele, veel te jonge lijf. Waarom praat niemand ooit over de liefde? Over wat die van ons maakt, waar ze ons toe aanzet? Maria. Zo'n ouderwetse naam voor iemand van haar leeftijd. In elke lettergreep galmt de geruststellende klank van devotie. Ik heb haar later vaak naar gevraagd, maar nu nog weet ik niet waarom ze zo genoemd is. Of ze streng katholiek is opgevoed, of ze vernoemd is naar een oma. Zelf zei ze de ene keer het een en de volgende keer weer iets heel anders. Ze gaf me zoveel verklaringen dat ik niet wist welke ik kon geloven. Ze was misschien een pathologisch leugenaar of gewoon in het bezit van een bloeiende fantasie. Ik meet mij geen oordeel aan over de geest van een ander, althans niet die van haar. Dat ik nooit een definitief antwoord heb gekregen, is in mijn huidige toestand een voordeel, want de leegte stelt me in staat naar hartelust te fantaseren over haar Spaanse achtergrond. Een verre voorvader uit die contraille, ontdekkingsreiziger misschien. Onmiddellijk slaat dan mijn geest op hol. Visioenen van inheemse vrouwen, zoals op de schilderijen van Gauguin, naakt op een schelpenketting na, verleidelijk wiegen met hun heupen. Zij op het zand tussen hen in, eveneens naakt natuurlijk. Loom brengt ze een passievrucht naar haar mond. Zo dadelijk, als ze de eerste hap neemt, zal het kleverige sap over haar dijen druipen. Direct daarna, gedachten schieten heen en weer als vissen, beelden van een dikke matrone met een duidelijk zichtbare snor, kleine zwarte haartjes boven haar bezweten lippen, roerend in een gigantische pan met paella. Nu verheft ze haar stem, roept Maria! Daar rent ze de keuken binnen, klein meisje met vlechtjes. Om de een of andere reden zie ik een hond die om haar heen springt, als op een middeleeuws schilderij. Bleek licht van de TL-balken en alle tafeltjes bedekt met plastic zeil.
dan het schemerige licht van een moeilijk vindbaar zaaltje, ergens in een Argentijnse stad. Het ongegeneerd seksuele ritme van de tango dringt door een steegje heen. Zij met blote rug tussen de dames op stiletto hakken. Iemand schenkt te sterke drank, er klinkt geschreeuw wanneer er bloed vloeit. Ah, had ik haar daar kunnen ontmoeten. Het mooie is eigenlijk dat we net een stem hoorden van een portofoon. Ik kwam een beetje buitenwereld binnen. En ik kon me des te beter voorstellen hoe jouw hoofdpersoon dit in een kamer eigenlijk allemaal zegt. Een eenzame stem in een kamer die heel mooi was. Dank je wel. Gedaan. Okay. Dan zijn we toe aan een vast onderdeel. Want Den Haag ontkent niet dat er ook andere plaatsen zijn waar aan literatuur gedaan wordt. We hebben hier de literaire agenda. Dat gaan we in sneltreinvaart doen. Het begint al heel snel, dus dit is facultatief hoor. Het is niet zo dat u verplicht bent hier allemaal naartoe te gaan. Maar als u nog iets wilt doen, dan is de beurs van bijzondere uitgevers, zeker voor de mensen die hebben dingetjes verlangen van schrijvers, een hele goede optie. 13 december in Amsterdam. Dan zijn we toe aan uitgelezen verhalen. Literatuur ontmoet theater. En u, volgens mij is dit Hans Dagelet, als ik het goed heb. Dus een aantal acteurs doen eraan mee. Dagelet, Cas Enklaar, Britten, Lacher. En die dragen de grappigste korte verhalen voor. Tussen de verhalen door is er live muziek. En uitgelezen verhalen brengt de, ik citeer, de gouden combinatie van voordrachtskunstenaars met uitmuntende verhalen. Dat vindt allemaal plaats in Deventer op 28 december, vlak voor het jaareinde. En dan een vrij bekend festival, Writers Unlimited, oftewel Winternachten in Den Haag, in deze stad. Dat is een driedaags festival van 14 tot 17 januari. Alweer de 21ste editie met een thema, want het thema is er altijd. Het thema heet in het Engels Hello Darkness. Nou, hoe we dat moeten verbeelden kun je al een beetje aflezen aan de keur van auteurs die ze hebben uitgenodigd. Uit binnen- en buitenland, noem maar op, Connie Palmen. Yung Chang uit China, P.F. Tomese, Neil Mukherjee uit India, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Adria van Dis tot Mircea Catărescu uit Roemenië. En Maud van Houwaard, dat klinkt Belgisch, tot Karl Euwe Knausgaard. En ook, en dat is bijzonder leuk, want dat is degene die u vorige keer bij Late Night hebt kunnen zien. En weldra ook weer een keer de andere presentator en ook schrijver, uiteraard vooral schrijver, Abdelkader Benali. Die is er ook gewoon. En we gaan het nog mooier maken, degene die dit allemaal organiseert hier, mede organiseert, Mira Fitiku. Ook haar boek is trouwens bij de signeer Bali van Boekhandel van Stockholm te koop. Tot zover de reclame. En dat vindt allemaal plaats in Den Haag, het volgende festival. Literatuur, Late Night. Nou, we weten eigenlijk alleen dat het op 5 februari gaat plaatsvinden. En u zult merken dat de schrijvers die dan komen heet van de naald zijn. Goed, dan gaan we nog een paar boeken die gaan uitkomen. Deze is net uit. Dimitri Verhulst, dat is een heel eigenzinnige hervertelling eigenlijk van Bijbelverhalen. Ja, als je tegen rauwe taal bent, dan zit je verkeerd. Kan je er wel tegen, dan heb je een goede tijd. We gaan door. Hanna Barefoots, een roman die nog niet het daglicht heeft gezien. Ivanov. En David Pefko, ook een nieuw roman, Daar komen de vliegen. Herman Brusselmans, personages die we uit zijn eerdere werk kennen. Poppy en Eddie en Manon en Roy Harper. Volgens mij heeft nog nooit iemand zoveel personages in één titel verwerkt. En dit is net uit. Dat is een interessant privédomeindeel, dus autobiografische non-fictie. Dat zijn allemaal brieven van de overleden schrijver Heren Heeresma. U kent hem wel van zwaarmoedige verhalen bij de centrale verwarming. En Handewit gaat in ontwikkelingshulp. Ik heb 3 bladzijden gelezen, veel te weinig om een oordeel te geven, maar het is goed. Oké, dan zijn we toe aan ons volgende onderdeel. Muziek. Ik heb begrepen dat we 3 nummers gaan horen. En
Ik heb met jou net gesproken en jij zei dat het beste zou zijn eigenlijk als je daar zelf iets over zou vertellen. Ja. Maar ja, wat ik misschien wel mag vertellen is dat je Robin Block heet. Ja. Spreek ik het de Engels uit of is het Robin? Je mag het ook op zijn Nederlands uitspreken. Robin Block. Ja. Oké, okay, dankjewel. Je wilt daar toch iets over vertellen over de drie nummers die je ten horen gaat? Ja, prima. Oké, okay, graag. Nou, thema darkness in december. Hallo allemaal, trouwens. Het eerste nummer heet Down the Well. Don't let me drown down the well, my love. Don't keep me down, down the well, my love. Black raven, down the well, my love. I'm shaking, keep me warm, my love. Down the well, down the well, down the well, my love. Down the well, down the well, down the well, my love. In the darkness, alone in the darkness, so cold, I'm lost, my love. I'm cold, my love. Come on, my love. Come on, my love. Take the shackles off, take the shackles off, take the shackles off, take the shackles off. My arms, my skin, my bones, my blood. On the wall, on the wall, down the well, down the well, down the well, down the well, down the well. Down the well, down the well, down the well, my love. Down the well, down the well, down the well, my love. Yeah. Ik heb cd's bij me, by the way. Deze foto is van de vorige album. En ik ga in december een nieuw album opnemen met de nieuwe liedjes. En die speel ik nu ook voor jullie. Dus. Dit nummer gaat over wat de warmte van het hart. Why are you so harsh, vicious animal? Thrash hole made of stone, put me on a hold. Hold, hold, hold. Why are you so rough? All brains and no love, sullen eyes like darts, put me on a hold. Get me out, let me in. Dogs are crawling on my skin. Give me light, give me warmth from your smile and from your loving arms. From your smile and from your loving arms. Why are you so harsh, vicious animal? Thrash hole made of stone, open up your heart. Thank you, Al.
Je hebt die gitaar niet helemaal voor niks meegenomen. Toch eentje met gitaar. En, het is een heel kort liedje. Het is ook, het heet, ik ga ook hiernaar weer weg. Dus het heet ook And Goodbye. Ten overvloede misschien de cd van Robin Blok heet Comfort Zones, als ik het goed heb. En die ligt ook op de tafel. Het is nu tijd voor, dankjewel. Het is tijd voor ons gesprek met Stefan Brijs. U kent vast heel veel boeken al van hem. Hij heeft ook heel veel boeken geschreven. Zijn nieuwste heet Manen en Zon. Daar gaan we het onder meer over hebben. Interessant is ook dat we meteen wat opheldering vragen aan Stefan. Want hij is direct doorgekomen uit de cognac. Dus Stefan Brijs, als je wilt komen, graag. Ja, we hebben water en water, dus bij deze. Ja, ik zie dat er mensen in de zaal wel wijn hebben. Dus, Ja, die wel. Ja. Maar dat zijn rangen en standen. En wij moeten hier... goed. Het festival in cognac begon trouwens. Dat iedereen hadden ze wel cognac, neem ik op zijn hotelkamer kreeg een fles cognac en een fles Pinot de Charente. Daar begon het festival mee. En je hebt dat eerst gedronken en toen ging je daar... Aan tafel zitten? Of? Het helpt om te ontspannen, ja. Dat heeft natuurlijk met de Franse vertaling te maken van je werk, hè? Van Post voor mevrouw Bromley. Ja, Eerste Wereldoorlog, dus dat leeft goed in Frankrijk. En andere landen die direct getroffen zijn natuurlijk door de Eerste Wereldoorlog. U hoort het misschien een klein beetje als Vlaanderen, dus België. Wat moet ik eigenlijk altijd zeggen? België of Vlaanderen? De ene Belg zegt dat je Vlaanderen moet zeggen, de ander zegt... Ik denk dat er steeds meer Vlamingen zijn die willen dat je Vlaanderen zegt. Ja, vind je dat goed? Ik heb Vlaanderen en ook België verlaten vorig jaar. Dus ik woon nu in het zuiden van Spanje. Bij Malaga, heb ik begrepen. Ja, in de buurt van Malaga. Ik heb het allemaal een beetje losgelaten. En ik wilde me er niet meer aan ergeren, aan de toestand in Vlaanderen. Aan het benepenheid, aan de drang tot zich los te maken.
ik kon er echt niet meer tegen. Mm-hmm. Ik wilde rust in mijn hoofd, maar goed, nu zit ik in het zuiden van Spanje en nu begin ik me daar te ergeren aan de politiek. Dus ja, je ontsnapt er toch niet aan. Ja. Ik heb eigenlijk altijd het idee gehad dat jij rust, in je hoofd noem je het, maar sowieso ook rust nodig had om te werken. Want je komt uit Genk, dat ligt niet zo ver van Geleen, hè, over de grens, met een groot winkelcentrum, kan ik me herinneren. Shopping Mall. Maar dat shopping 1, Shopping 2, Shopping 3. Maar ook een industrie. Ja, ja, de drie steenkoolmijnen heb je gehad en je had de Ford-fabrieken die vorig jaar gesloten zijn. Ja. Dus, waar ook trouwens mijn vader zijn heel leven gewerkt heeft. Mm-hmm. Dus dat was sowieso voor mij heel vreemd dat je ineens hoort dat de fabriek waar je vader 40 jaar gewerkt heeft, dat die ophoudt te bestaan. Mm-hmm. 6000 man op straat, mm-hmm. waarvan nu na anderhalf jaar nog steeds de helft geen werk heeft. Mm-hmm. Dus nee, dat was een enorm drama. Heeft dat je, eigenlijk vraag ik iets waarop ik denk al het antwoord te weten. Wat in je werk, wat mij opvalt, is dat er heel veel meegevoel is met ja, wat vroeger de kleine man genoemd werd. Tegelijkertijd zit er ook een behoorlijke hardheid in. Als we het in dit boek hebben, maar we lopen erg vooruit op de zaken natuurlijk. Hè? Mm. Maar eerst, heeft dat je gevormd? Dat is eigenlijk de vraag, die omstandigheden. Ik merk dat ik het altijd voor de kleine man opneem. Of degene die een beetje aan de rand van de maatschappij staat. Degene die verstoten zijn, die mismaakt zijn. In dit geval die arm zijn. Mm. Dit speelt op Curaçao. Ja. En het gaat eigenlijk, het gaat over veel meer, maar het gaat eigenlijk over drie generaties. Mensen die op Curaçao wonen, die zwart zijn. Ja. Er is ook nog een priester, die ook zwart is. En we mogen niks verklappen natuurlijk. Hè? Ik zal wel op tijd ingrijpen als je te veel zegt. Maar het is geen sprookje, laat ik het daarop houden. Nee, het is een hele harde roman. Het is, ik noem het mijn meest realistische roman. Kijk, je had De Engelenmaker, is ook wel een heel bizar boek, waar iemand zichzelf kloont. Daarvan kun je aan het eind zeggen, mensen, van het zou wel eens gebeurd kunnen zijn. Mm. Wat niet waar is. Bromley, post voor mevrouw Bromley, Eerste Wereldoorlog. Het verhaal is verzonnen, maar alle omstandigheden zijn waar. Al die lijken. Ja. Alles wat er gebeurt, de hele oorlog, de gruwel. Maar dit verhaal speelt zich dagelijks af. Nog steeds op Curaçao. Ik beschrijf 40 jaar, die drie generaties, 40 jaar Curaçao. Een soort moderne geschiedenis van Curaçao door de ogen van die drie generaties. Maar het derde deel, de derde generatie, Sonny, de jongen, die jongens zijn er nu nog steeds in de armoede leven, die aan de drugs geraken, die van alle dingen doen. Maar je ziet ook een, nou ja, bijna mentale of spirituele verwording, hè? Die Sonny is nog eigenlijk ultramaterialistisch. Dat is, Het is wat je in de drie generaties. Het zijn drie totaal verschillende generaties. Hè. Je hebt Roy, de grootvader, de stamvader. De taxichauffeur, de macho, die inderdaad ook beweert dat hij heel veel vrouwen heeft en nog meer kinderen. Mm. Waar uiteindelijk weinig van blijkt te kloppen. Maar in de jaren 50, 60 hoorde je, zeker als zwarte man op dat eiland, had je status. Als je veel vrouwen had, als je veel kinderen had. Mm. Ook, zoals hij zeker, die dan ook nog een mooie auto heeft. Mm-hmm. Dus hij heeft het helemaal gemaakt. En dan heb je die tweede generatie, inderdaad over wie het verhaal vooral gaat, dat is Max. En Max wil wel. Max is intelligent en wil onderwijzer worden. Dat is de kern van het verhaal. Maar krijgt niet de kans vanwege zijn vader, vanwege zijn afkomst. Speelt ook vaak een rol in mijn boeken. Mm-hmm. De afkomst die inderdaad verhindert om de weg te volgen die je zelf zou willen hebben. En dan heb je die derde generatie, is dan de huidige materialistische generatie, die alleen bezig is met hebben, hebben, hebben. Mm. Dus Max nog taxichauffeur. En ja, we mogen toch wel kwijt, bolletje slikker komt ook voor. Hè? Ja, weet iedereen wat dat is? Ik neem aan. Ja, helaas wel. Ik kan het uitleggen hoor. Ik heb het zelf ook, want voor ons, kijk, ik ben Vlaming, dus wij kenden dat bolletje slikker niet. Ik ken het natuurlijk vanwege mijn vrouw die op Curaçao is geboren, waardoor ik heel veel over Curaçao heb geleerd. Maar ik heb echt moeten opzoeken hoe je te werk gaat. En, je neemt een hoop cocaïne, want daar gaat het om. Je knipt, dat deden ze vroeger. Vroeger knipten ze dan van latex handschoenen, chirurgen handschoenen, mm-hmm. de vingers af. Die stop je vol met cocaïne. Die bond je dicht met flostouw, want flostouw dat vergaat niet. En dan begin je te slikken, maar dan oefen je eerst. Je oefent eerst met druiven, die hebben al een. Dat is, en daarna oefen je met wortelen, die zijn iets groter en die in de vorm zijn geschikt. En dan neem je yoghurt en dan begin je te slikken. En er zijn er, als je heel goed bent en je hebt ervaring, tot 120 van die bolletjes, meer dan een kilo. Je stapt op het vliegtuig, je moet van Curaçao naar Nederland, 9 uur en 15 minuten. Ja.
hopen dat er geen knapt, want dan is het gedaan. Jezus. Mocht er dan onderweg, mocht het misgaan, dat betekent ik mee, mocht je toch naar het toilet moeten, want dat is ook de kunst, om dat op te houden. Ja. Nou, dan moet je op vliegtuig naar het toilet gaan, alles afspoelen en terug inslikken. Want in Nederland staan ze op je te wachten. Wat een hel, ja. Dus dat is het verhaal. Speelt, dat is een van de dingen die mijn boek speelt. En, ja. Mijn boek stopte in 2001 en toen was dat echt een opkomst. Op sommige vluchten zaten 20 tot 30 jongeren. Vooral jongeren, daarna kwamen er ook steeds meer ouderen en vrouwen bij. Maar nu is het zo erg dat ze heen gaan met cocaïne en terugkomen met ecstasy, want die is dan weer gewild in Zuid-Amerika. Maar ja, tel uit je winst. Ja. 5000 euro heen, 5000 euro terug als het lukt. Mm-hmm. Voor iemand die al 20 jaar nooit geld heeft gehad, voor jongeren die altijd in armoede hebben geleefd, is de verleiding heel groot. Hè? Mm-hmm. En heel Curaçao wordt beheerd door de drugsmafia daar. Mm-hmm. Dus, dat is het jammerlijke, dat is ook de titel in het boek Maan en Zon. Mm-hmm. Het is een prachtig eiland en ik ben er geweest eerst in 1999, 2000. Maar meteen zie je de contrasten, de pracht van het eiland en de armoede die er heerst, de corruptie, het zwart en het wit. Mm-hmm. Voor mij was dat compleet nieuw. Zoals je zei, ik ben opgegroeid in Genk, tussen verschillende culturen. Daar zaten Marokkaanse, ja, je had veel, Marokkanen, Turken, Polen, Spanjaarden, Italianen. Daar ben ik tussen opgegroeid. Ja. En dat kende ik, twee culturen, maar ik kwam Curaçao voor het eerst. En ik was 30 jaar en ik had niet veel gereisd. En ik zag voor het eerst twee rassen. Mm-hmm. Zwart en blank. En ik zag dat er iets mis was tussen die twee rassen. Hoe zag je dat? Dat er een soort frictie was. De manier waarop je behandeld werd als blanke in een winkel door een zwarte bediende. Mm-hmm. Je voelde daar botste iets. Je zag ook dat die gemeenschappen redelijk gescheiden van elkaar leefden, zelfs toen nog, in 2000. En ik vond het toen fascinerend. En ik was nog niet bezig met, ik wil er een boek over schrijven, maar toen dacht ik al die eerste keer, hier zitten verhalen. Nu ga ik je een wat botte, directe Nederlandse vraag stellen. Jouw vrouw Melanie, die kennen wij ook uit de uitgeverij, dus die ken ik natuurlijk. Ze heeft geen kleurtje. Ik wist niet dat ze op Curaçao geboren was, maar ze is blank. Ja, ze komt uit Brabantse ouders. Hè? Heb jij contact gekregen daar met mensen die zwart zijn op Curaçao? Oh ja, dat was een van mijn wensen of van mijn eisen voor mezelf. Toen ik wist dat ik dit boek ging schrijven, ben ik meteen teruggekeerd naar Curaçao. Mijn vrouw heeft daar nog steeds familie wonen. En ik heb, en dat was prettig, ik zei van luister, een taxichauffeur speelt de hoofdrol, dat wist ik. Omdat de taxichauffeur, het is een klein eiland, die kan alle verhalen rondbrengen. Die brengt ook alle roddels rond en dat is een heel aangename figuur om als een hoofdpersonage te hebben. Daar kun je heel veel mee als schrijver. Ik wist ook meteen dat ik de zwarte kant ging doen. Ook al vragen ze mij, ja maar hoe kun je dat als blanke? Nou, ik heb het mij nooit afgevraagd. Ik zeg, ik ga over zwarte mannen op Curaçao schrijven, ik leef me wel in. Dus ik zei tegen de familie, ik wil graag, als het kan, een taxichauffeur, als het kan nog zwart en als het kan moet hij ook heel oud zijn. Mm-hmm. Nou, en ze hebben voor mij eentje gevonden van 93 jaar, die in een verzorgingstehuis zat. Hij had eindelijk de kans om weer te rijden. Ja, en het was, ik ben twee keer twee uur met die man gaan praten, die een soort mengeling van Papiamento, de oorspronkelijke taal, Curaçao, Engels en Nederlands sprak. En fascinerende man, ook nog steeds die macho op zijn 93ste. Dus daar had ik mijn, reed trouwens in een Dodge Coronet rond. Dit is een Dodge Matador, is veel mythischer, zijn er ook maar een paar duizend van gemaakt. Ja. Veel groter, dat paste veel beter bij het verhaal. Mm-hmm. En dus ik heb die man, en ik zag, ik had op een documentaire een zwarte broeder gezien. Er is één Antilliaanse zwarte broeder op het eiland, nog steeds. En die leidde journalisten rond in de sloppenwijken, de krottenwijken van Curaçao. Terwijl ik eigenlijk ook alleen maar de zonkant kende voordat ik daar naartoe, de eerste twee keer dat ik daar ging. En ik zeg, die man wil ik ontmoeten. En hij heeft me in zijn busje, zoals de broeder in mijn verhaal doet, rondgeleid en heeft me alles verteld inderdaad over de armoede, over hoe hij ook als onderwijzer probeerde op te voeden en hoe hij zag het, dat het mislukte en hoe hij op dit ogenblik alleen nog maar vreugde haalt uit een dankwoord al. Als iemand eens naar hem lacht, als iemand zijn hand naar hem opsteekt, want hij weet, meer kan ik niet meer. Mm-hmm. En ik was nooit van plan om hem, want hij is de verteller van het verhaal, niet de echte broeder, maar ik heb dan ook een zwarte broeder genomen. Daar was ik niet van plan, maar ja, dan ga je zitten. En zoals Wietske ook zegt, in mijn geval is het net hetzelfde. Je begint met de eerste regel en je ziet wel waar het verhaal naartoe gaat. Ja. En, ik dacht ook alleen het verhaal van Max te vertellen, maar na één alinea had ik al drie generaties. Kwam ik erachter dat wat Max aan het eind van het boek doet, en dat gaan we natuurlijk niet verklappen, maar wat heel belangrijk is. Ja. Je werkt er wel naartoe. Ja. dat ik 40 jaar en drie generaties nodig had om te verantwoorden waarom die
eenvoudige jongen, Max, dat doet aan het eind van het boek. Het is iets wat in veel van mijn boeken voorkomt, dat het hoofdpersonage in de loop van het verhaal verandert, aan het eind van het verhaal iets doet van, wat doet hij nu? Ja. Maar het wordt verklaard door alles wat hij meemaakt in de loop van zijn leven. Mm-hmm. Op de eerste pagina komt een van de beroemdste schrijvers af voor. Hè? We hebben het niet alleen over het motto, het is van Tip Marug. Maar ook, dan heb ik het mis, maar ik had het in mijn hoofd. Je hebt hem ontmoet, begrepen. Kijk eens hier. God, ja, Tip Marug. Maar ja, je hebt hem ouder ontmoet natuurlijk. Ja, dat is de jonge Tip Marug. Ik denk zelfs foto. Tip Marug, zeg je. Zo gaat het dus. Ik zei Marug, maar het is Marug. Ja, ik Marug. Ik weet het ook niet precies. Maar de eerste keer, ik was zo gebeten door die Antilliaanse literatuur, waar ik niks van kende. En via mijn vrouw... kreeg ik meteen via mijn schoonouders kreeg ik meteen het verzameld werk van Cola de Brot, 9 delen, zo breed. Mm-hmm. Begin maar te lezen. Er zaten boeiende dingen tussen, absoluut. Hij is ook gouverneur geweest, speelt een rol in het boek van het eiland. Ik ging natuurlijk Dubbelspel lezen. Dubbelspel is van Arion. Dat is het mooiste boek over Curaçao ooit geschreven. Zijn ze nu trouwens aan het verfilmen. Het lijkt ook bijna of dat motto een beetje Arion resoneert. Hè? Die heeft het Dubbelspel, meen ik, aan alle moedige vrouwen opgedragen. Ja, zoiets. Zoiets staat me bij. En, Tip Marug schrijft dan dit en dat vat het boek ook samen. Hè? De vrouwen hier zijn altijd sterker dan de mannen. De vrouwen houden stand. De mannen mogen hun zaad storten en wat rondrijden in hun glimmende auto's. Dat is alles. Dat is alles. Ligt er niet om, hè? Het vat het hele boek helemaal samen. Ik wist het meteen. Toen Doe jezelf tekort. Ik ben bij Tip Marug geweest, een kluizenaar. Hij is echt... heeft die 3 prachtige boeken waaronder de morgen. Hij wilde je wel ontvangen. Nou, het was zo. Ik kwam te weten waar hij woonde en ik was ontzettend fan van hem. Maar je wist, hij ontvangt niemand en hij leeft in absolute afgezonderdheid. Maar ik wist dat hij dronk en ik had een fles whisky bij me. En dat helpt. Dus 's avonds gingen de luiken omhoog, want hij leeft 's nachts. En hij had een boy toen, hij is intussen dood. En hij heeft me ontvangen. We hebben 2 uur lang gepraat over, vooral over taal. Hij was bezig met een erotisch woordenboek over het papiaments, daar hebben we het veel over gehad. Mm-hmm. Maar ik had dan veel over Vlaams-Nederlands, vond hij zeer boeiend inderdaad, de verschillen daartussen. Maar tegelijkertijd, ik schaamde mij. Ik zat daar en denk, jeetje, wat zit je hier te doen? Je dringt binnen bij een man ongevraagd, dus ik ben uiteindelijk ook, heb ik afscheid genomen. Maar goed, ik heb hem gezien en 2 jaar later stierf hij en ik vond dat een hele droeve dag. Mm-hmm. Ik heb ooit een festival gepresenteerd waarin ik een avond moest voorzitten met Surinaamse en met Antilliaanse schrijvers. En toen was er een geleerde, een blanke geleerde, en die had een boek geschreven over de orale literatuur van de Antillen. Dat werd hem niet in dank afgenomen. A, hij was een Nederlander en B, ze hadden dat eigenlijk zelf willen doen, alleen hebben het niet gedaan. Ja. Hoe is jouw boek daar gevallen? Het is een paar weken heel stil geweest. Ik dacht, ai. En ineens verscheen er dan... ben ik geïnterviewd door het Antilliaans Dagblad. En het hele gekke is, dan krijg je 2 weken lang 2 volle pagina's. Dat 2 weken? Alles wat je zegt verschijnt erin. Daar wordt niet in geknipt, niet in geplakt. Ja. Ze hebben waarschijnlijk stof nodig. Het kreeg ook een mooie recensie. Ja. En via hoorde je inderdaad dat... Het klopt wat erin staat. Dit zijn wij, zeggen ze. Dit is Curaçao, herkenbaar. Maar ze gaan op zoek naar... details die niet kunnen kloppen en echt... maar daar is 1 detail dat niet klopt. Zo. Dat komt in elk gesprek terug. Weet je nog welk detail? Of? Nee, iedereen vindt een detail en het is niet waar, het klopt wel. Ja. Ik zeg, maar je moet het te goed lezen. Ja. Oh ja. Maar je merkt dat er toch een soort frictie is, hè? Dat er een soort... Of een verlangen om te ontkennen dat het zo is, zo hard als je het voorstelt. Ik weet uit gesprekken ook met andere journalisten dat alles wat ik in het boek... schrijf, daar zijn ze het mee eens. Mm. Dat is zo, maar ze zullen het nooit hardop zeggen. Mm. Dat houden ze liever voor zichzelf. Journalisten zijn ook in die armoedewijken gaan praten en willen dan dingen noteren. En als ze het dan zwart op wit zien, wat ze gezegd hebben, zeggen nee, dat wil ik niet gezegd hebben. Mm. Iedereen kent iedereen daar en dat is ook het bizarre op dit ogenblik. Maar ik voelde mij niet gehinderd omdat ik inderdaad een Vlaming was. Mm. Ik denk dat ze naar een Nederlander heel anders hebben gekeken. Want... Jullie hebben de Congo, jullie hebben geen koloniën. We hebben de Congo waar ik tegelijkertijd zag, was bij de ouders van mijn vrouw, bij Melanie. Die hebben daar dan 12 jaar gewoond. Maar het was alsof die daar altijd gewoond hadden. Mm-hmm. Het was hun paradijs. Dat hele huis, ze woonden in Deventer, ademde Curaçao. En dat had je met de Belgen die naar Congo zijn geweest ook allemaal. Mm-hmm. Kijk naar Jeff Geras, alles bleef Congo. Mm-hmm. Dat merkte ik, en dat snapte ik niet. Ik wilde dat... Waarom
waren zij, zijn ze zo vol van Curaçao. En ik heb door dat boek te schrijven, kwam ik erachter inderdaad, ze hebben de mooie jaren 60 meegemaakt. Mm-hmm. Ze hebben het paradijs meegemaakt. Mm-hmm. De blanken hadden daar alles te zeggen, de blanken hadden de macht. Er was zelfs geen zwarte die een hoge positie... En toen kwam de opstand, ja, 30 mei 69. Ja, ja. En ik wist meteen toen ik aan dit boek begon, de opstand speelt een rol, want dat is de 9-11 van Curaçao. Hè? Mm-hmm. Iedereen weet wat er gebeurd is. Dus op een bepaald ogenblik, ik vat het kort samen, hè? Mm-hmm. waren de zwarten het beu. De Shell-raffinaderij had alle arbeiders ontslagen en via een ander contract, via onderaanneming, opnieuw aangenomen aan veel slechtere voorwaarden. En alle frustraties van eeuwen zelfs kwamen naar voren tijdens de mars. Ze gingen van de Shell-raffinaderij naar het gerechtsgebouw. De allereerste winkel die ze tegenkwamen, plunderden ze. Heel veel drank, al de zwarte. En ze staken hun eigen Willemstad in brand. Ja. Mariniers kwamen. Het is maar één dag geweest. En 's morgens werd iedereen wakker en zag de stad in puin. En zowel de zwarte als de blanke zeiden, wat is hier gebeurd? Ja. De zwarte zeiden, wat hebben we hier gedaan? De blanke zeiden, wat is ons overkomen? En toen hebben pas heel veel blanken beseft van hoe blank ze waren ten opzichte van de zwarte. Mm-hmm. En ik zag dat aan mijn schoonouders, heel aardige mensen. En daar zat geen kwaad in. En zij woonden ook tussen de zwarte. Zij zaten niet in Oranjestad of Julianadorp. Maar tegelijk merk je inderdaad, de dochters mochten bijvoorbeeld niet met een zwarte thuiskomen. Dat was verboden. En dat wilde ik allemaal in dat boek verklaren. Wat is daar gebeurd? Wat? En daarom heb ik die 40 jaar nodig gehad. Het was echt de geschiedenis van Curaçao. En het jammerlijke, en dat is ook waarom het boek zo hard blijft en waarom het niet hoopvol eindigt, na die opstand is er niet veel veranderd. De zwarten hebben wel binnen een paar weken al, kregen ze hoge posities. Maar iedere nieuwe regering die kwam, ook elke zwarte die eruit kwam, elke blanke die opnieuw aan de macht kwam, wilde die positie behouden, werd corrupt. Het eiland kwam in handen van de maffia. Het is steeds crimineler geworden en het is verschrikkelijk, want het is zo'n mooi eiland. En er is een soort gelatenheid, en die speelt in het boek ook een rol. Ja. Nog steeds van alle Antillianen, ik spreek met ze, ik zeg, ja, maar jongens, jullie zien toch ook hoe... Ja, het is zo. Ja. Het is zo. Het is een beetje wat ik nu in Zuid-Spanje doe. Heel veel armoede en ik wind mij op en dan zeggen ze tegen mij, not te preoccupes. Hè. Dat is daar de standaard zijn, die hoor je elke dag 10 keer. En dat is op Curaçao ook zo. Het is zo. We moeten, vind ik, in dit gesprek ook nog wat laten zien van je eerdere werk. Want voor je het weet... Nee, dat hoef je niet te laten zien. Nou, daar wou ik het toch over hebben. Want zo leerde je kennen, tenminste niet persoonlijk. Maar en dat was een heel Brouwersiaanse roman. Die haaks eigenlijk staat op de romans waarmee je succes hebt gekregen. Hij mag niet meer herdrukt worden. Van nee? Me. Nee, dit is pure aanstellerij. Dit was, ik wou laten zien hoe mooi je kon schrijven. Kijk, ik kwam uit dat heb je ook laten zien. Ja, ik kwam uit dat arbeidersmilieu. En ik heb daar, ik heb gebeeldhouwd dat boek. Dat was zinnen van een halve pagina. Ik wou inderdaad Brouwers, dat was mijn leermeester. Die kwam ik had toch het idee dat Brouwers naast je woonde? Die woonde ook vlak bij mij. Die kwam opeens. Kijk, daar hebben we hem. Ja. Ja. Ik woonde in Genk en hij kwam opeens in Zutendaal wonen, 10 kilometer van mij vandaan. Ik was bezig aan dat debuutboek in een brouwerstijl. Ja, maar zo leerde ik je eigenlijk kennen. Ik weet niet bij een of andere... Ik ben heel lang zijn knecht geweest. Nou ja, zijn chauffeur. Het was in België, toen ik er ook werkte. En je was stil. En volgens mij ook kleiner dan nu. Ja. Maar die man die... Maar ja, dat is voorbij gegaan. Hij is 10 jaar, hij is mijn leermeester. Zonder hem zou ik niet staan waar ik nu sta. En ik ben hem ontzettend dankbaar, maar hij is niet gemakkelijk als vriend. Nee. Hij heeft geen talent voor lange vriendschappen. Ja. Dat is wat mij is overkomen en het is jammer. En ik heb ruzie met hem gemaakt, omdat ik het niet meer aankom. Ja. Maar ik blijf hem trouw als zijnde. Hij is de grootste schrijver van de Lage Landen. Ook als je naar zijn nieuwe roman Het Hout kijkt, waar trouwens, wat ik hoorde terwijl ik aan mijn boek bezig was, een broeder speelt de hoofdrol nou in mijn boek ook. Ik dacht, jeetje, het zal toch niet waar zijn. Maar het zijn twee totaal verschillende boeken, totaal verschillende stijl. Maar ik wilde mijn debuut inderdaad, de verwoording dat. En ik heb het geluk gehad Emiel Brugman te ontmoeten, de fantastische uitgever van Atlas. Ja. En ook Van Brouwers. En Van Brouwers. En, een ander plaatje. Die mij na een jaar belde, ik had het opgestuurd naar Atlas. En hij belde mij na een jaar en hij had dat verwording gelezen. En hij vond het behoorlijk onleesbaar. Mm. En hij wilde het niet uitgeven, maar hij kon het ook niet terugsturen. Dat was iets wat hem tegenhield en dat pleit voor Emiel. En hij heeft mij toen ontmoet in Brussel, bijna 20 jaar geleden intussen. Ik schrik er zelf van. En hij vroeg aan mij de eerste zin, wat ga je nog allemaal schrijven? Toen heb ik mijn hele oeuvre al opgesomd. En hij zei, weet je wat, je gaat nu naar huis, je gaat dat oeuvre schrijven. Ik geef intussen dat boek uit, de verwording. Mm. En we zien wel.
En dat boek, dat verkocht niks, dat wist hij. Oh ja, we gaan nu heeft er 400 naar... verkocht. Ah, nee, doe maar weg die. Maar hij heeft mij... En dan kwam Arend. En Arend had ik dan mijn vertelstem gevonden. Want ik ben een verhalen vertellen, dat wist ik niet. Ik miste daar het verhaal. En toen kwam die Engelenmaker. En dat werd gigantisch. Die willen we nu zien, hè? De eerste druk was 3000 en het was mijn vijfde boek of zoiets. En ik zei tegen mijn vrouw... Volgens mij heb je daar 130.000 van verkocht. Nou, 180.000. 180.000. Ja, 18 talen vertaald intussen. Je woont nu in Spanje met uitzicht op de zee en een zwembad. Ja, ik rent er niet. Zeg ik jaloers. Het heeft me vooral de luxe gegeven dat ik mij kon concentreren voltijds op het schrijven van romans. Ja. Omdat ik inderdaad ook weer zoals Wietske... Ik werk 3, 4, 5 jaar aan een roman, aan één stuk. Ik doe niks anders. En ik moet dat ook, omdat ik... voortdurend heel veel moet schrappen, heel veel misleid wordt om mijn personages. Hier ook weer dit boek. Ik denk dat ik 1000 pagina's heb geschreven. Dan gebeurt er iets. Max, klein voorbeeld. Bepaalde ogenblik is Max zijn spaargeld kwijt. Hè? Hij heeft iets doms gedaan, iets heel doms samen met zijn vader. Wat gaat hij doen? Nou, ik denk dat ik 3 maanden lang 5, 6 scènes... Hij ging naar Venezuela. Vluchten. Hij komt op Venezuela aan en ik denk, wat doet die man hier? Hij zit daar totaal verkeerd. Ik stopte hem in de grotten van Hato 3 weken. Laat hem maar bezinnen. Hij komt uit die grotten. Nou, er was niks gebeurd. Dat ging maar door. Na 3 maanden. Tot ineens. Hij gaat terug in zijn auto zitten. Hij wordt opnieuw taxichauffeur. En doet alsof er niks gebeurd is. Ik dacht, dat is het. Dit is het. En dan kun je pas verder. Daar heb je die afzondering nodig. 3 maanden lang moet je daarover pieken. Ja. Aan één stuk door. En dan klopt het. Ineens vond ik ook... Dit is inderdaad Curaçao. Ze gaan door en ze gaan zitten. En zo gaat het bij al mijn boeken. En daarom heb ik ook En daarom heb ik nu de luxe dat ik inderdaad lang aan mijn boeken kan werken. Dankzij de Engelen maken me ook de opvolgerpost voor mevrouw Bromley, die ook fantastisch heeft gedaan. Ik heb een vrij imbecile diergerelateerde vraag. Er is misschien een foto nog te vinden. Van... Kijk. Ezels. Hoewel, dit lijken meer lama's. Maar zijn het ezels? Ja, ze lijken trouwens op de ezels die ik had. Ja, maar want jij vertelde bij die vorige ontmoeting, we hebben elkaar eenmaal eerder ontmoet, je vertelde heel mooi over dat je ezels had. Ja, ik had er 4. Die heb ik 10 jaar lang gehad in België. Ik heb ze niet meegenomen naar Spanje. Waar zijn ze? Ze zijn gelukkig overgenomen door de nieuwe eigenaar van het huis, die zelf ook een aantal dieren had. Dus daar zijn ze heel gelukkig, want het zijn kuddedieren. Maar het is een heerlijke tijd geweest. Het zijn net mensen, om het zo te zeggen. Ze hebben allemaal een eigen karakter. Ik noem het altijd slimme paarden. Dat is wat een ezel is. Het zijn grote... Ik herinner mij, Willem Melchior zul je ook wel kennen, als een auteur van Atlas. Die is een nacht bij mij geweest, voor een dag en een nacht. En 's morgens staan we op en daar was Willem. En ik zeg, Willem, hoe heb je geslapen? Hij zegt, ja, ik ben de hele nacht tussen de ezels gaan zitten. Oh, op de grond. En die hebben eens aan mijn haar gelikt. En ik vond het fijn, daar werd ik heel rustig van. En ze gebruiken het ook heel vaak voor autistische kinderen. Ik wilde niet zeggen dat Willem wat autistisch is. maar ze geven zo'n rust. Ja. En ik mis ze nog steeds. Ja. Maar ik ga het in Spanje niet doen, want er is geen gras. Je maakt ze alleen maar ongelukkig. En alle Spanjaarden... En je moet trouwens een paard hebben in Spanje, want dan stel je wat voor. De armoede, ze verbergen de armoede niet, die laten ze zien. Maar iemand die geld heeft, die wil dat ook laten zien. Die moet een paard en de hele hebben. Zomer staat dat paard in de wei, in de zon, zonder drank. 'S Avonds brengen ze een emmertje water. Maar alle auto's passeren en iedereen moet zien, hij heeft een paard. Het is een status, zoals hoge palmbomen, is ook een statussymbool. Dus dat doen ze ook. Als je veel geld hebt, moet je een hoge palmboom zetten. Maar je bent daar naartoe gegaan, eigenlijk voor de rust. En vanuit een beeld dat je een idylle zou aantreffen. En zo te horen, broeit daar een roman. Nou, het eerste halve jaar was heel prettig, want ik verstond de taal nog niet. En ik kon ook nog niet alles lezen. Maar intussen begin ik de taal steeds beter te kennen. Kan ik de kranten lezen en begin je ook de politiek te ergeren. En die is nog veel erger dan in België. Maar tegelijkertijd, ik ben er dol op. Het is nog geen seconde dat ik getwijfeld heb. Ik heb een prachtig uitzicht. De mensen zijn hartelijk, zijn warm. Net als in Koningshout woonde ik ook in een boerengemeenschap. Ik woon nu opnieuw in een boerengemeenschap. En ze praten graag met zij. Ze vertellen alles aan mij. Ik ben een goed luisterend oor. Het is heerlijk wonen. Maar ik ga nu echt een heel jaar ook over Andalusië schrijven. Als ik nu morgen opnieuw aan een roman begin, dan sluit ik me weer op. Ik heb een uitspraak gevonden in een eerder interview met je, die ik imponerend vond. Omdat ik dacht, mijn hemel, dat zegt vast iets over jouw werkwijze. Maar het zegt ook wel iets over hoe zwaar je die opneemt, je taken als schrijver. Je zegt, ja, voor ik
ga schrijven hierover, wil ik iedere uithoek van Spanje gezien hebben. Nou, toch van Andalusië. Van Andalusië. Ik heb het moeten beperken, want ja. Spanje is zo groot. Andalusië is sowieso 3,5 keer België. En er zijn zoveel mooie dingen te zien. Maar wat dan weer typisch is, ik wil niet de platgetreden paden als Sevilla, als Granada doen. Ik wil inderdaad de boerendorpen, ik wil de mensen aan het woord laten. Ik wil onder meer ook die verschrikkelijke burgeroorlog die daar gewoed heeft. Die zelfs de Spanjaarden over zwijgen. En daar wil ik ook dingen over. Dus ik lees heel veel. Er is ook heel veel literatuur. Mm-hmm. En ik ben me aan het voorbereiden en ik kijk ontzettend uit. Ik ga echt van 1 januari tot 31 december Andalusië leren kennen. Mm-hmm. En ook presenteren aan. En dat moet dan een boek worden. Hoe of wat, ik weet het nog niet. Maar dat is dat. En daardoor kan ik ook. Ik doe dat omdat ik anders mijn streek niet kan leren kennen. Anders ga ik weer aan een roman zitten. Mm-hmm. 5 jaar en ik zit in mijn hok. Ik heb een hok achter in mijn tuin waar ik geen internet heb. Daar schrijf ik nu. En, dus dat wil ik doen. Je werkt daar 4-5 jaar aan. Heb je dan zo'n omgeving? En het is meer dan een omgeving, een biotoop. Heb je een universum met mensen? Heb je het uit? Hoe heb je dat? Nou ja, je kan zeggen, ik leer er alles van kennen. Ik maak er een boek van. Ik doorgrond. Maar ben je dan ook klaar? Ja, ja. Dat zie je ook bij elk boek. Hè. Engelen maken een totaal ander boek. Bromley, Eerste Wereldoorlog. Helemaal klaar mee. Ik doe niks meer met de Eerste Wereldoorlog. Mm. Curaçao, helemaal klaar mee. En waar moet Curaçao het heen? Want wij kunnen nu. Je hebt al heel veel titels op je naam. Je hebt een grote, rijke oeuvre. Dus dat is geen valse belofte geweest in Emiel Brugman. Maar wat zie je nog voor je? Nou, Emiel Brugman ziet iets voor zich. Hij is nog steeds mijn redacteur. Hij is een fantastische redacteur. Ik dacht dat hij al lang met pensioen was. Hij is met pensioen, maar hij begeleidt nog een aantal auteurs. Onder wie Geert Mak, onder wie Jeroen Brouwers, onder wie ik, godzijdank. Ja. Want hij is fantastisch. Hij is heel streng. En dat heb je nodig als auteur. Mm-hmm. En we hebben dit boek bij ons op Terras in Malaga gedaan. Want zo is hij dan wel. Dan nodigt hij zich. Dan moet hij bij mij komen. En wij waren klaar en hij zegt tegen mij. Nu ga je maar een sociale roman, een grote sociale roman, over Genk schrijven. Mm-hmm. En ik keek hem aan en zei, Emiel, hoe kom je daar nu bij? Ja, jij moet die roman schrijven. Zeg ik, daar ben ik niet klaar voor, daar ben ik te jong voor. Want daar zit een hele grote sociale roman met de sluiting van de steenkoolmijnen, waarbij doden zijn gevallen, de sluiting van de fort. Ik denk dan toch aan Bonen. Ja, de Boon. Maar ze zit nog veel meer in. En daarom durf ik het ook nog niet. We hebben ook die Tweede Wereldoorlog meegemaakt en met zwarte, veel zwarte en witte bij ons. Zwarte, dat zijn dan de fascisten? De collaborateurs. Ja. Zeker bij ons in Limburg was dat. En mijn ene grootvader, langs vaderskant, die heeft in een werkkamp van de Duitsers gezeten. Dus die is opgepakt door de Duitsers. Terwijl mijn andere grootvader, die was fout in de oorlog. Mm. Dus ook dat verhaal wil ik daarin verwerken. Maar mijn ouders leven nog allebei. Ik denk dat houdt mij tegen. Een verscheurd land, natuurlijk. Ja, dat houdt mij tegen. Ja. En ik wil dat verhaal schrijven omdat ik denk van, het is niet zwart-wit, er zit heel veel grijs in en dat grijs wil ik laten zien. Mm-hmm. Zoals ik in al mijn boeken dat wil laten wat zou eigenlijk moeilijk zijn? Want het zijn niet je ouders zelf, het zijn je grootouders. En ik weet niet of ze nog leven, maar. Nee, de moeilijkheid is ook, er is nog geen verhaal. Mm-hmm. Ik moet eerst een lijn hebben, er moet een drama zijn. Ik heb nog geen drama. Mm-hmm. Begint het altijd met een lijn of een drama? Het begint met iets kleins. Hier was het een krantenartikel, pas voor mevrouw Bromley was het een televisiereportage over de slag aan de Somme. Dus straks kan ik iets tegenkomen over Genk of iets totaal anders, denk dit is het. Mm. Dan heb je een kiem. En meer heb je niet nodig, ik niet. Mm. En dan ga je zitten, je begint met de eerste regel. En 3, 4, 5, 6 jaar later heb je een boek van 300, 400, 500 of 600 pagina's. Je bent dus eigenlijk, al die jaren sta je in dienst van de literatuur. Je wordt geleefd door literatuur, zo klinkt het wel. Ja, ik moest denken aan die vraag die Jan Wietske stelde van, raad je mensen schrijven aan? Ja, daar wou ik naartoe. Nee, absoluut. Ja. Oh nee, absoluut niet. Begin daar niet aan. Ja. Wat was er van je geworden? Je was een leraar. Je bent als onderwijzer opgeleid. Ja. Je hebt kinderen in problemen. Ja, heb je aan de middelbare school was ik opvoeder, heette dat bij ons. Ja. Studiemeester opvoeder, een mooi woord. Dus ik begeleidde leerlingen die het thuis moeilijk hadden of die het met zichzelf heel moeilijk hadden. Ja. Dat heb ik 10 jaar lang gedaan, heel graag gedaan. Mocht ik dat nu nog doen, mocht ik de boeken niet geschreven hadden, dan denk ik dat ik behoorlijk gefrustreerd was. Nou, je hebt vrij jong eigenlijk al voor het schrijverschap gekozen, met alle risico's van dien. Met alle risico's, je kon niet weten dat je zo'n succes zou hebben. Ja, nee, ik wou dat gewoon. Ik gaf die vaste baan op. En ik wilde schrijven, dat was bij mijn tweede boek al. Mm-hmm. En het is gelukt, godzijdank. En ik denk, het is een
kwestie van geluk hebben en talent en van koppigheid, die combinatie. En wilskracht, hè? Ja. En volhouden. Ja. Dat, en erin geloven. Maar dat vind ik het verschrikkelijk aan het hele vak. Het gaat niet makkelijker. Dan denk ik begin aan maan en zon. Oh, heerlijk. En begin, soepel. En ineens zit je weer vast. Ineens heb je weer hetzelfde patroon. En denk, godverdomme, na 20 jaar kun je nu nog niet schrijven. Wantrouw je het als het makkelijk gaat? Ja, want er is één scène. Die heb ik er uiteindelijk uitgehaald. Die ging zo gemakkelijk. Wat prachtige scène. Casino-scène. Ja. Ja, op een bepaalde ogenblik zei het al. Speelden ze hun geld in het casino. 2 regels, een boek, meer zijn het niet. Dat was een scène van 15 pagina's. Heel mooi, met Roy die helemaal uitpakte en helemaal liet zien, de macho en dat tussen de blanken en het casino. Mooie scène. En het boek was af en die scène zat er nog in en ik twijfelde. En dan komt Emiel, en dan is Emiel heel goed. En Emiel zegt dan, Stefan, die casino-scène, daar moet je misschien nog eens naar kijken. Meer zegt hij niet, hè? Mm. Dus ik keek daarnaar en ik begon te schrappen. En na een half uur heb ik hem er helemaal uitgegooid en ik miste hem niet. Mm. Ben je ook wel eens geërgerd? Als iemand, je hebt er hard aan gewerkt, je hebt het in je hoofd. En dan zegt iemand, ik zou er nog even naar kijken, naar die scène. Nou, Emiel mag dat. Ik bedoel, ik heb 20 jaar al dezelfde redacteur. Ik denk niet dat er één auteur is of heel die dat nog kan zeggen in deze tijd. En dat is van in het begin geweest. De Engelenmaker, dat gigantische succesboek. Ik heb er 4 jaar aan gewerkt. Het eerste jaar, ik had het eerste deel af, 180 pagina's. Dankzij Emiel heb ik het helemaal weggegooid en ben opnieuw begonnen. Ik had het dankzij Emiel? Dankzij Emiel. Ja, nu zeg ik dat. Hè. Ja. Toen heb ik hem vervloekt en het heeft mij 2 maanden gekost om dat weg te gooien. Maar ik had het een totaal verkeerd perspectief. Ik had het perspectief van de jongetjes, van de gekloonde jongetjes verteld. En dat was een monotoon verhaal. En toen heb ik gekozen om inderdaad het perspectief, het alwetende perspectief, wat ook de spanning van het boek is, want je kunt het spel met de lezer ook spelen. De lezer weet veel meer dan zijn personages. Mm-hmm. Dat vinden lezers altijd boeiend, hè, dat ze meer weten. Mm-hmm. En dat werkt, het is die 180 pagina's. En het was niet ineens van, maak van die ik en hij, want zo werkt het niet. Mm-hmm. Nee, je moest opnieuw beginnen en godzijdank heb ik het gedaan. Mm-hmm. Dus ja, ik ben Emiel eeuwig dankbaar. Je hebt natuurlijk die uitdrukking, hè, in het Frans nog wel, Plantin. Le bonheur de savoir imprimé. Wanneer smaak jij het geluk? Aan het schrijven gerelateerd. Er blijft altijd, ook dat verbaast me na 20 jaar, er blijft altijd de angst op het ogenblik dat je het boek loslaat. Ook nu weer. Ik ben nog nooit zo nerveus geweest voor een boek. Voor dit boek? Ja, nog nooit zo nerveus. Ongelooflijk. Ja. Dat je denkt, van wat gaan ze zeggen? Ik kreeg in Malaga dan de eerste journalist op bezoek van de Standaard. De eerste objectieve persoon. Ik vraag nooit aan mensen, ook niet aan journalisten, wat vond je van mijn boek? Als ze het goed vinden, zullen ze wel zeggen. Als ze het niet goed vinden, dan liegen ze of dan zeggen ze het niet. Dus ik wil ze ook niet uit een tent lokken. Maar die journalist kwam en het was de allereerste journalist. En we hadden een interview en hij zei niet meteen wat hij ervan vond. En bij het interview had hij een paar kritische opmerkingen. Ik dacht, godverdomme toch, wat zou je ervan vinden? En het was afgelopen en dan komen de glazen op tafel en ik zeg, Mark, ik vraag het aan niemand, nooit. De Standaard. Ik heb het nog nooit gedaan, Standaard. Ja. Ik zeg, wat vind je ervan? Ja, prachtig boek. Waarom twijfel je eraan? Ja, ik twijfel eraan. Mm-hmm. Dus, ja. Mm-hmm. Wil jij ons een plezier doen? En, een stukje lezen. Alsjeblieft. Ik begin ook bij het begin, want dan heb je meteen alle personages. Eigenlijk vat ik daar het hele boek in samen. Nou. Dat zei je net over het motto ook al. Ja. 18 juli 2001, 8:05. Waar zal ik beginnen? Bij wie? Bij Max, wiens vliegtuig op ditzelfde moment vanaf Hato opstijgt en die over enkele ogenblikken op de grond onder hem de rode en blauwe tralies van neonlicht zal zien waarachter de meisjes van Campo Alegre gevangen zitten. Of begin ik bij zijn vader Roy, die om dit uur al naar bed is gebracht en naar het portret van zijn vrouw Mirna zit te staren in het straatlicht dat door de halfgesloten shutters zijn kleine kamer inschijnt. Ze was een goede vrouw, broeder. En oh, so pretty. Of begin ik bij Sonny. De zoon van Max die nu ongetwijfeld van zijn horloge opkijkt en zijn blik naar boven richt, zoekend naar een knipperlicht dat zich weldra tussen de sterren noordoostwaarts zal bewegen. Nee. Laat ik beginnen bij een lied. Een oud Antilliaans kinderlied,
Gezongen, gestameld, gebrabbeld, door een groep bejaarden vanochtend in de grote zaal van Huize Welgelegen, waar Max afscheid ging nemen van zijn vader. Ik ga naar Nederland, Pai, onderdelen voor de Dodge halen. Welke onderdelen, vroeg Roy. Zijn luide stem wekte in de zaal meer aandacht dan het gezang van de verpleegster die het lied had ingezet. Max daarentegen had alleen nog oor gehad voor de papiamentse klanken. Luna Cusolo, Lagami Passa, Contodo Miu, Kudiosa Dunami. Ik zag hoe hij verstarde bij het horen van die woorden. Maan en zon laat me door met al de kinderen die God me gegeven heeft. Welke onderdelen, Max? Herhaalde Roy zijn vraag. Max richtte zich weer tot zijn vader en zei: deurkrukken van de achterste portieren, voorbumper en buitenspiegel. In goede staat? In uitstekende staat, Pai. Ik heb foto's gezien, geen spatje roest en in het groen kun je je haren kammen. En je das recht hangen, Max. Never, never ever forget your tie. Max droeg al een eeuwigheid geen das meer. Doe ik, Pai. Roy vond het een goed idee. Hij begreep zijn zoon als geen ander. Alles voor de Dodge. En dat Max daarvoor helemaal naar Nederland zou vliegen, riep geen vragen bij hem op. In zijn oude hoofd lag het koninkrijk vast niet veel verder dan Aruba, waar hij een deel van zijn leven had doorgebracht en tijdens de Tweede Wereldoorlog het Amerikaans-Engels had opgepikt, waarmee hij zijn zinnen kruide. Lucia, de vrouw van Max, had zich vreselijk opgewonden toen hij haar op de hoogte bracht van zijn plannen. Naar Nederland, voor oud ijzer? Ben je wel goed bij je hoofd? Laat die rotzooi per post komen. De douane steelt alles, Lucia. Het zijn gangsters. En wie gaat dat betalen? Ik heb gespaard. Je hebt gespaard voor Sonny, voor zijn studie. Niet voor dat wrak. Dat wrak zorgt wel voor brood op de plank. En als ik hem niet opknap, dan hebben we straks niets meer. Niets. En toch ga je niet naar Nederland. Mi morto akibo. Over mijn lijk. Toen heb ik me omgedraaid en ben weggelopen. Met veel pijn in mijn hart. Dat vertelde Max aan mij. Hij legde zijn grote hand op zijn borst en zei: ik hou van haar. Zij is mijn alles, zij en Sonny, Luna Cusolo. Wil je dat tegen haar zeggen, zodra ik weg ben, dat zij de maan is die mijn donkere nachten verlicht? Dames en heren, een daverend applaus voor Stefan Brijs. Dankjewel. Alsjeblieft. Okay. Dan zijn we nu toe aan een van de meest gevreesde onderdelen van deze avond. Ik ben altijd zo dankbaar dat ik aan de goede kant van de lijn sta tijdens de literaire quiz. Want je zult het maar moeten beantwoorden. Dat is voorrecht van het publiek. Wat is de bedoeling van de literaire quiz? Deelnemers moeten gaan staan, voor alle duidelijkheid. En als je iets fout hebt, dan moet je maar gaan zitten. Dus je kunt door hand opsteken, kun je laten blijken wat je goede antwoord is. Je hebt de keuze tussen A en B. Op een gegeven moment komt er een vraag die je niet met A en B kunt beantwoorden. Dan boor je wel tot de helaas zeer kleine kring die dan die shoot-out vraag, zoals het genoemd wordt in vakjargon, aan beantwoorden ben. Dan moet je een beetje gokken wat het dichtst in de buurt komt. En dan krijg je mij op je dak. Want dan, als je dat goed hebt, dan ga ik ook nog wat vragen stellen. Dan kun je naar huis gaan met die ervaring. En dat is belangrijker, deze twee boeken. Die anders dan de mijne ongelezen zijn. Ook dat is heel belangrijk voor lezers. Dames en heren, laten we beginnen met de literaire quiz. Is het een beetje duidelijk? Gelukkig. Nou, voor mij niet helemaal. Dan, oké. We beginnen met vraag 1. Ja, het is geweldig dat u gaat staan. U doet allemaal mee. Wat een sportiviteit. Ja. Ik zal het voor de zekerheid voorlezen. Het is hopelijk ook te lezen. Vraag 1 is: op 1 december was het Wereld AIDS-dag. Een van de eerste en beste romans over de epidemie werd in 1990 gepubliceerd door de Amerikaan Michael Cunningham. A Home at the End of the World. En dat boek gaat over een bijzondere driehoeksverhouding in het New York van de Reagan-jaren. 9 jaar later speelde AIDS een minder nadrukkelijke, maar even belangrijke rol in Cunninghams variatie op Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. En nu komt de vraag: hoe heette deze
tribute novel, deze roman waar een eer bewezen wordt aan een voorganger. Hoe heette die? We kunnen kiezen uit The Snow Queen. En we kunnen kiezen uit The Hours. Als u The Snow Queen kiest, dan, ja, tot zover kan ik het volgen, dan steek je je linkerhand op. Als je The Hours kiest, dan steek je je rechterhand op. Het is maar goed dat ik mijn bril niet op heb. Goed. Wat goed is, is de rechterhand, The Hours. Goed. Vraag 2. Ik merk al wat dalend enthousiasme in de zaal. Wie won de Ferdinand Bordewijkprijs 2015? Hier word ik verondersteld alles te weten in deze zaal. Wij kunnen wederom kiezen uit twee sympathieke hoofden. Het ene is van de Belgische schrijfster Annelies Verbeke. Daarvoor, die kun je bereiken met je linkerhand. Saskia de Koster kun je ook bereiken, ook een sympathieke Belgische schrijfster, met de rechterhand. Nou, degene die durven, die steken nu hun hand op. Het goede antwoord is de rechterhand. Dat is Annelies Verbeke. Ja, dit is het moment waarvoor ik bang ben dat er bijna niemand meer over is. Maar goed, we gaan gewoon door. We hebben nog een aantal vragen. Momenteel draait in de bioscoop de film Iris Widoda. Wie is de schrijver van de gelijknamige bestseller? Ik moet er iets over vertellen. Dat is die film en dus ook de roman waarin Hitler weer terug is in het Duitsland van Angela Merkel. Ik meen, maar het is weer een tijdje geleden dat ik het gelezen heb, dat hij wakker wordt op een grasveldje en hij ruikt naar benzine. Oké, trailer. Darf man das? Man darf nicht nur, man muss. Is de schrijver links Timur Vermes of is de schrijver Bernhard Schlink? De linkerhand heeft gelijk. Het is Timur Vermes. Ik denk dat dit het moment is voor de scherprechter in de zaal, dat deze mensen mogen terecht deze opmerking. Kijk. Dus doet u vooral mee bij de volgende vraag. Nee. Ik garandeer dat we minder mensen overhouden bij de volgende. Goed. Nou, oké. Okay. Hoewel, deze vraag kunnen denk ik wel heel veel mensen beantwoorden. Welk roesmiddel speelt een rol in de avonden van Gerard van het Reven? Is het jonge jenever of is het bessen appeljenever? Nou, de mensen die bessen appeljenever hebben, die hebben gelijk. Mooi, dat is weer hersteld. Zijn we toe aan de... Ja, dit is een hele moeilijke vraag, vind ik zelf. De popsong Such a Shame van de jaren 80 formatie Talk Talk is gebaseerd op een roman. Welke? Oh, ik krijg het ook nog te horen. Nee, oké. Okay. Heeft u een indruk? Mooi. Dan kunt u kiezen uit The Dice Man van Luke Reinhardt of The Fault in Our Stars van John Green. Wie is het? Ja, dat is, als u niet weet, gokt u gewoon.
Het is Luke Reinhardt, de Dice Man. Niet slecht deze keer. Dan zijn we nu toe aan... dit is de meest beruchte vraag. En nogmaals, dit heet de shoot-out vraag. Dan kan je dus bij benadering zeggen... donderdag 14 tot en met 17 januari vindt Winternachten 2016 plaats. De hoeveelste editie van dit festival is dit? De mensen die nog staan en die alles goed hebben, beantwoord. Waarbij we maar even dat foutje vergeten. Eerder een foutje. Die mogen een gok doen. Dan loop ik een beetje, maar u kunt het ook alvast op hoor. Is er iemand die alvast een poging wil wagen? 21. 28 hoor ik daar. Is er 19? Nou, heeft iedereen zijn zegje gedaan? Ja, dat is wel lastig logistiek als u wint. Zullen we dan nog een extra vraag verzinnen? Want het is namelijk 21. Oké. Okay. Willen degenen die 21 hebben hier naar voren komen? We hebben drie winnaars. Ik denk dat we nog één vraag moeten loslaten op het geheel. Dit is een magisch moment, want wij kunnen nu twee dingen doen. We kunnen ons lot van de winnaars van harte gefeliciteerd. We hebben nog nooit zoveel winnaars gehad. Er is iets heel erg misgegaan met de quiz. Maar ik ben heel blij voor u allen. Zelf heb ik nog nooit iets gewonnen. We kunnen uw lot in handen leggen van de genadeloze bedenker van deze vragen. Dat is aan jou. Ik kan zelf ook een vraag verzinnen. Dat lijkt me het meest chic. We gaan dit nu regelen. Ik heb helaas maar twee boeken om weg te geven, maar dat komt dus goed. Nou, oké. Dit is geweldig. Wilt u zo bij de tafel melden als terechte winnaars? Vijf winnaars. Dit festival gaat failliet. Dames en heren, dit was een indrukwekkende bijeenkomst, al zeg ik het zelf. Chaos is altijd heel mooi voor creativiteit. Hoe dat het werk is gegaan, dat is bewezen bij deze shoot-out vraag. Ik wil jullie hartelijk danken. Nogmaals erop wijzen dat boekhandel van Stockholm daar grossiert in een cd, de twee besproken boeken en nog een boek van degene Mira Vitico, de schrijfster die dit programma heeft bedacht. Dit was het. Graag tot de volgende keer. Dank u.